In de Nationale Assemblée is gisteren de eerste ronde van de wet op bescherming van het moederschap afgerond. Minister Suharto Mustaja van Arbeid gaf aan dat deze wet nieuw is en de tijd moet krijgen om wortel te schieten. Volgens de wet heeft moederschap te maken met het ter wereld brengen van een kind zonder broodvrees, zonder schade aan de gezondheid en met behoud van je baan. Hoe is de werking voor de particuliere sector en de publieke sector? Artikel 1 lid 2 en artikel 19 lid 2. Deze wet heeft directe werking in de particuliere sector, dus de arbeidsrelaties die beheerst worden door het burgerlijk wetboek. Het fonds zal stortingen ontvangen van werknemers en werkgevers uit de particuliere sector. Ik kan uw college informeren dat op aanhoudende aanbevelingen, zelfs aandringen van het arbeidsadviescollege, het onvermijdelijk is geworden om de regelgeving met betrekking tot het verrichten van arbeid voor zover toepasbaar en niet strijdig aan het karakter van de verhouding tussen de landsdienaren, ambtenaren en de staat, ook in overweging te nemen, dan wel van toepassing te verklaren op de werkers in de publieke sector. Uitgaande van het solidariteitsprincipe zullen alle werkgevers en werknemers bijdragen aan het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof, dat in het leven is geroepen voor deze wet. De voornaamste taak van het fonds is het dragen van het financiële risico voor de werkgevers bij het betalen van zwangerschaps-, bevallings- en vaderschapsuitkeringen aan werknemers, zegt de minister. De vrouwelijke werknemer en de vader maken uiterlijk aan het eind van 20 weken van de zwangerschap schriftelijk bekend op welke wijze ze hun zwangerschaps- en bevallingsverlof en het vaderschapsverlof wensen op te nemen. De werknemer heeft het recht om tot uiterlijk 6 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling de wijze waarop ze het verlof wenst op te nemen te wijzigen met inachtneming van de termijnen van artikel 3. Er is ook in overweging gevraagd of die verruiming van de 7 dagen naar 30 dagen kan, artikel 6 lid 3. De vrouwelijke werknemer en de vader zullen spoedig na de bevalling middels een geboorteakte van het CBB de bevalling kenbaar maken aan de werkgever. Minister Suharto Mustaja van Arbeid gisteren tijdens de behandeling van de wet op bescherming van het moederschap in DNA. Inmiddels heeft de vereniging Surinaams Bedrijfsleven gereageerd op de aankondiging van de minister ten aanzien van het opzetten van het fonds. De vereniging betreurt het dat het bedrijfsleven niet is geconsulteerd bij het nemen van deze beslissing.